Dit is niet normaal. Wordt het hem of niet? Dit, Knol Power! Ontzettend leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt ontzettend veel zin in vandaag. Het is lekker weer. Ik ga met iemand afspreken die ik nog nooit eerder heb ontmoet. Het is een DJ, maar hij heeft dezelfde interesse als dat ik heb. En dat wist ik helemaal niet. Ik wist niet dat hij zo gek was van auto's en van motoren. En hij heeft op dit moment precies dezelfde auto als dat ik heb. Dat is de Lamborghini Urus. Urus. Ik heb geen idee hoe je het nou daadwerkelijk goed uitspreekt. Er is echt een discussie gaande. En dat zal denk ik altijd zo blijven. Wat is het nou? Lamborghini, Lamborghini. Is het een Urus? Is het een Urus? Een Urus? Een Urus? Geen idee. Jullie snappen in ieder geval wat ik bedoel. Dus ik zeg het op een bepaalde manier. En accepteer het. In ieder geval, ik ben dus nu onderweg naar hem toe. En dan gaan we samen eventjes een hapje eten. En eerst laat ik heel eventjes de motor warm worden. En als de motor eenmaal warm is, dan kan je eens een keer eventjes lekker gas geven. Oh. Oké. Spot de gele Lamborghini. Yes, gevonden. Yo, 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 yo. Alles lekker? Daar staat hij hoor, ja zeker bij jou. Ja, heerlijk. Lekker gemak man. Ja, dankjewel man. Zo. Je hebt ook een goede auto nu op dit moment. Op dit moment wel ja. Alles goed? Ja, bij jou. Nice, ja. Je rijdt nu in de gele Lamborghini Urus demo. In de Canary gele Urus, ja. Nee, ze moet ik even mee willen nemen dus. Ik was wel benieuwd. Ik moet zeggen, ik vind die van jou in kleurstelling wel iets dikker. Thanks, thanks, amen. Ja, nee, serieus. Dit is wel echt... Maar goed, het rijdt natuurlijk wel gewoon super dik, hè. Ik kan niet anders zeggen. Het is nee, wel... zeker weten. Alleen die gele, je wordt overal aangekeken. Ja, precies. Dat is echt ongelooflijk. Natuurlijk, sowieso met zo'n auto word je aangekeken en heel veel autospotters. En dan gun je ook de liefde. Maar met die gele, je kan nergens heen. Je wordt gewoon ingesloten. Dat is echt ongelooflijk. Toeteren. Ja, toeteren. Kinderen alles. Eromheen. Ja. Ja. Echt heel erg sick. Maar tof om je een keer te zien, man. In real life. Gewoon in real life. In real life. Gewoon leuk, want in principe heb je best wel veel dezelfde hobby's. Maar je komt elkaar nooit tegen. Mijn collega's, die zie ik al op de airport altijd. En ja. Sporters en zo. Maar eigenlijk is het ook wel leuk om andere mensen te moeten weten die best wel een unieke baan hebben. Dat is bij jou natuurlijk ook zo. Dus ja, dat is geinig dat je het zegt, want precies net vertelde ik dat ik niet wist dat jij zoveel dezelfde zeg maar liefde hebt voor auto's en motoren. Ja. En dat is tof om dan elkaar eens te ontmoeten. Dus ja, laten we een hapje gaan eten en onze hobby's bespreken, hè? En kijk, ik wil even van jou precies weten wat zijn nou de ups en downs van een Urus. Ja, snap ik. En ook hoe maak je een wheelie? Ja, met de motor of met de Urus? Ja, nee, waarschijnlijk met de motor. Ik ga alle geheimpjes vertellen. Ik ben over één ding uit. En dat is dat we hebben wel een klein probleempje betreft motorrijden, man. Ja. Dat is wel, ik denk serieus dat als mijn moeder dit ziet en mijn moeder, kijk, ik weet dat je mijn vlogs kijkt, mam. Ik weet zeker dat mijn moeder is nu al helemaal verliefd op jou. Is dat zo? Ja, want mijn moeder die is helemaal in love met Ducati. Het leuke is, ik heb dus gehoord dat jouw moeder echt een ziek goede motorrijder is. Nou, ik vind het wel redelijk wel, ja. Ja. Ik heb, ik kan voor haar bijvoorbeeld regelen dat we gewoon even een keertje op circuit gaan rijden met de jongens van Ducati. Nee, dan meen je? Serieus? gaan we gewoon een keer doen. Weet je het zeker? Het komt wel aan de vlog. Het komt in de vlog, ja zeker. Okay. Dan moeten we wel even zorgen dat je moeder sowieso, zeg maar... Ik weet niet of je kijkt, want wat is de naam van jouw moeder? Irma. Irma. Ja. Ik heb van Irma gehoord bij een bedrijf in Zutphen. Dat ze een serieus goede motorrijder is. Ik zal niet zeggen wie, ik zal niet zeggen waar. Maar we moeten eigenlijk een wedstrijdje doen. Gewoon, cool. Ja, gewoon op het circuit. Maar mag ik dan ook komen met mijn Yamaha? Ah, jij mag komen. Maar je moeder snapt het wel iets betere smaak. Ja, weet je wat het is? Maar dat is alleen maar leuk, weet je wel. Ik denk dat je het een beetje kan zien.
als misschien een beetje voetbal. Je bent voor een bepaalde club, maar waar ik dan wel echt een voorstander van ben, is dat je hebt een bepaalde club of je hebt een bepaald merk, maar je kan nog wel omgaan met anderen die rivalen zijn of zo. Ja, je hebt wel respect voor. Ja, dus ja, ik heb respect en ik snap ook waarom jij het mooi vindt. Alleen ja, het is gewoon een domme keus. Ja. En daarnaast, ja, gewoon Yamaha. Ja, dat is gewoon. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel, qua auto zijn we het wel over eens. Yamaha maakt hele goede keyboards. Ja, zeker weten. Ja, op muziek luister, ook heel erg. Dit is wel wat ik denk. Een merk, los van of wie het dan ook is, maar als een merk speakers maakt, keyboards en motoren en buitenbordmotoren voor de motor, dan kan het toch nooit in één ding heel goed zijn, of wel? Ja, Yamaha wel. Dat is echt in het speciaal, maar ja, klopt, ik snap wat je bedoelt. Dus Irma, ik ben super trots. En we moeten dat rondje gewoon even maken. En hopelijk kunnen we Enzo ooit overtuigen om een keer een echt mooie motor te rijden. Nee, gaat niet lukken, weet ik nu al. Maar in ieder geval, laten wij eventjes naar mijn auto lopen. En dan gaan we eventjes het een en ander... Dat is ook een lekker geluid. En dan gaan we even het een en ander checken. En... We gaan straks nog even naar de Lamborghini dealer. Even naar Leusden. Ja. Er staat dus een hele dikke nieuwe Evo daar. Ze hebben een net nieuwe demo binnengekregen. En er staat een zieke, mat, zwart, zwart. Ik weet niet of het helemaal mat is, maar een performante. Dus, cool. Ja, mijn eigen auto, jongens. Daar kan staat jouw eigen auto daar? Die staat daar, ja. De McLaren? Nee, de M5. De M5? De McLaren staat bij mij thuis. Oké, cool. Gewoon onder mijn bed, gewoon even... Oké, cool. Ik ben heel erg benieuwd, dus laten we gaan. Let's go. Ik doe dit niet vaak. Sleutels overhandigen. Nee, van mijn eigen auto helemaal niet. Ik wil graag een winactie opzetten. Binnen de auto. En dan moet ze je zeker volgen op Insta. En volg dan... mij op Insta. Oké, okay, get in the car, man. Oh ja, dit had ik trouwens voor jou meegenomen. Hoos. Ik had namelijk even op je Insta gecheckt. Goodies. Toen had ik zoiets van, dat kan beter. Hij heeft geen qua stijl. Swag. Nee, gekheid. Maar als je het leuk vindt, ik heb een fanny pack. En ja, ik weet niet of je weet wat dit is. Ja, dit is voor je telefoon, toch? Ja. Kun je zo, ja, ik vind deze ook heel hard, man. Dan heb je meer grip op je telefoon. Dus dat. Deze heb jij toch ook op je arm staan, of niet? Ja, zeker weten. Scherp van je. Hey. Zeker. Gruwelijk, man. Dankjewel. Stiekem een fan. Ja. Ik moet deze niet vergeten, want ik doe hem even hierin. Ja, cool. Oké, het eerste wat me opvalt aan de auto van Enzo is dat het stuur anders is. Juist. Want hier is een soort van Alcantara-achtig. Dit is zo fijn, hè? Dit is echt zo fijn. Er is hard mee gestuurd, dat zie je. Er is flink mee geboekt. Ja, waar zie je dat aan? Nou, ik zie gewoon dat iemand hard heeft vastgehouden. Of je hebt gewoon een beetje zweethandjes. Kan... Nee, weet je wat grappig is? Toen ik deze auto dus had gekocht op het begin, had je allemaal stof aan zitten. En was het super zacht en nu is het helemaal hard geworden. Ja, dit is nu is gewoon hardcore. Ja, klopt. En je hebt heel veel carbon hier. Je hebt alles is hier carbon. Dat is bij die andere auto die daar staat. Die gele. Zeg maar op de achtergrond zo. Is dat niet? Dus dit is wel de optie. Zeg maar, dit is de premium, de subscribe. Weet je, ik heb gesubscribed optie. Je hebt hier gewoon carbon. Maar vind jij dat carbon een auto af kan maken? Ja. Of vind jij dat een auto carbon moet hebben, wil die compleet zijn? Nou, ik vind wel dat een auto wel even in sport en even blaren. Beetje geluid. Die dames vonden je auto ook al zo mooi. Ja, er kwamen serieus. Ja. Was zo grappig, hè? Er kwamen dames van... Nou, 70, 80... Of bedoel je... Die eerste. Oh, die eerste. Die waren in de 50. Die waren in de 50, ja. Ja. En, ja. En die hadden geen idee wie wij waren. Achteraf wel, maar op het begin niet. En die zeiden toen van... Mag ik even zeggen, want ik neem aan dat de auto's van jullie zijn. Dat jullie prachtige auto's hebben. Echt een hele lieve vrouw. Ja, zeker. Echt een lieve vrouw. Maar hoe mooi ook gewoon dat... Daarom, het zou zo dik zijn als jij ook een Urus neemt. Ja, dan kunnen we met z'n tweeën shinen. Ik moet even met Lamborghini praten. Even kijken of dat er een mooie Urus beschikbaar is. Maar ik vind het altijd zo lastig. Want dan heb ik een mooie auto. En dan denk ik, ja, je mag ook best wel eens blij zijn met de auto die je hebt. Tuurlijk. En dan denk ik, ja, dan komt er weer een mooie uit. En voordat je het weet, dan voel ik me een beetje verwend of zo. Heb je dat niet? Ja, maar het is verslavend. Precies.
ja, dat is het gewoon. Het is sowieso een hele dure hobby. Ja, ja. Maar het is heel erg verslavend. Maar deze auto ga ik echt lang in rijden. Dat weet ik 100% zeker. Deze auto heeft alles. Weet je wat een van de ziekste dingen is van de Urus? Tenminste, wat ik vind dan. Dat is zeg maar, als je achterin kijkt, heb je stoelen. Dat is geen bankje. Maar dat is gewoon letterlijk zijn dat twee stoelen met een soort van tussen... Ja, hoe noem je dat? Een middenconsole. Ja. Normaal zit je op een bankje, weet je wel. Dan ga je naar Frankrijk en dan ga je met de familie, dus drie kinderen achterin. Dat kan dus niet bij deze. Want je hebt echt stoelen. Maar dat vind ik ook gelijk de meest gruwelijke optie. Ik zie serieus jou daarin, achter, zitten, met de laptop muziek maken. Gewoon nieuwe tunes. Daar heb je de ruimte voor. En weet je wat er eigenlijk achterin het enige nog ontbreekt? Dat is een PlayStation om FIFA 20 op te spelen. Ja, ben jij een gamer? Man, qua FIFA? FIFA, ja, ik ben met FIFA ga ik echt heel hard. Ja, serieus? Ja, sterker nog, zal ik je een leuk verhaal vertellen. Dit is echt geen grap. Een tijdje geleden gingen we naar Abu Dhabi voor een show. Ja. Midden-Oosten. Nou, mega dikke show. En vroeg de organisatie, Nicky, do you want to play against one of our FIFA players? Dus ik zeg, ja, tuurlijk. Dus ik denk, er staat gewoon een tv in de dressing room met FIFA 19 toen de tijd. En ik zeg, ik wil best wel spelen. Wat denk je, kom ik daar aan? Hebben ze een stage gebouwd van 1000 man. Gewoon alles erop en eraan. Zoals zo'n game, zo'n LAN party en zo ook wordt gedaan altijd. Ja. Met allemaal shikes. Allemaal echt gewoon een ziek publiek. En dan was het de FIFA kampioen van 2015. Maar dat was zo fucking sick. En ik denk, ik ga hier een zware pakje krijgen. Ik ga een pakje krijgen waar de camera, waar National TV, waar al die shikes allemaal bij zijn. Ja. Ik had zo'n spijt. En toen werd het 2-0 voor hem. Dus op zich heb ik het nog redelijk goed. Oh, gedaan. Dat is netjes. Maar, dat is zeker netjes. Daar komt die liefde vandaan, een beetje. Ik heb nog nooit iemand zo blij zien zijn met verlies. Ja, maar met 2-0 verlies, ik zweer het je. Ik ga vragen, speel je FIFA? Ja, heb ik heel veel gedaan. Maar ja, sinds dat, en dit is even voor de FIFA-gamers onder ons. Sinds dat ze een limiet hebben gezet op al die spelers, qua kopen en verkopen ben ik ermee gekomen. Ja, oh, dat is fut, ja. Ja, 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 ja. Maar oké, mag jij één speler noemen uit FIFA? Als je dat nog maar weet van je FIFA-tijd. Wat was dan je favoriete speler? Dennis Bergkamp. FIFA 99. Ja, dat was de eerste die ik speelde op de Nintendo 64. die stond op de cover volgens mij bij FIFA 99. Oh, dat is zo'n legende. Maar wanneer gaan we dan een potje FIFA spelen? Ja, let me know. Ja, ik heb geen FIFA. Ik weet niet of jij FIFA thuis hebt. Ja, sowieso. Oké, okay, cool. Gaan we wel even een groot scherm. Is cool. Geef me een invite en ik ben daar. Ja? En dan gaan we sowieso wat op het spel zetten. Oh. Ja, 100%. Hey, wat er op het spel komt. Ja. Hier heb je dat. Over een maandje komt er zo'n nieuwsbericht. Nicky, nieuwe Urus van Enzo. Van Enzo. Met FIFA potje. Potje FIFA gewonnen. Nee, nee, dat zou ik nooit op het spel zetten. Ik wil wel zeggen nog even over de Urus. Wat je gewoon opvalt. Kijk, nou kan ik me voorstellen dat sommige van de mensen die kijken niet zelf auto rijden. Maar dat wel heel graag willen. Of stiekem gedaan hebben, dat weet ik niet. Maar als je auto rijdt. Wat je gewoon merkt in deze auto is dat je hebt het gevoel alsof je in een ziek snelle sportauto rijdt. Maar tegelijkertijd heb je wel gewoon, ja, je zit hoog. Dat is super chill, want je kijkt over de auto's heen. Hij heeft een ziek geluid en het zit lekker. Het is eigenlijk gewoon de ultieme daily driver. Ik zou niet weten wat voor auto hier op dit moment aan moet matchen. Okay? Nee, dat krijg ik ook vaak te horen. Ik heb veel auto's gezien, dat krijg ik dan te horen van autoliefhebbers. Die zeggen dan, ik heb veel auto's gezien, gereden en ingezeten. Maar ik heb nog nooit zo'n zieke auto als dit meegemaakt die gewoon alles heeft. Precies wat jij dus net hebt omschreven. Ja. Maar hey, het is echt sick om met jou om te gaan, want jij lult die hele vlog vol. Ik hoef niks meer te doen. Dit is gewoon Nicky Romero vlog. ik moet je wel eerlijk bekennen dat ik vind het ook leuk altijd om nieuwe mensen te ontmoeten. En ook om daar haal ik ook weer energie uit. Want, dan, maar één keer meestal. Ja, alleen de eerste. Jij bent ook gewoon een makkelijk persoon om mee te praten. Hè? Dat moet je niet vergeten, dat als jij awkward was of zo, dan had het natuurlijk moeilijker geweest. Maar jij bent zelf heel makkelijk in de omgang. Dus dat triggert ook goede dingen in mensen, denk ik. Ik praat met iedereen. Ik praat met iedereen, ik kan met iedereen omgaan. Dat is wel een mooi compliment. Damn, Nicky, hoeveel complimenten geef je mij? Nou, zelfs, ik moet zeggen, waar ik het echt zag, was toen die dame van 70 en van 80, die jou kwamen opzoeken. Ja, die behoorden zelfs tot jouw fanbase. Die wisten precies te vertellen welke video's en... Ja, dat was echt geniaal. Ja, dat was geniaal. Dat was echt heel erg mooi. Er was een stelletje van inderdaad rond de 70, 80 jaar. En die herkenden me, die wisten wie ik was. En die gingen een handtekening vragen voor een kleindochter. Was zo schattig, dat was echt super. Maar wat top. Is jouw slechtste eigenschap van jezelf dan, als je zo moet omschrijven? Te laat komen. Dat is waar, ja.
Dat kan ik vandaag beamen, jongen. dit is het verhaal. Ik was 10 minuten later. Oh, ga je dit serieus vertellen? En ik had hem zo gestuurd van, yo, ik ben 10 minuten later, want ik moest tanken. En dat was echt zo. Dus ik ging tanken en hij zegt, is goed, ik ben toch de hele dag vrij vandaag. En op een gegeven moment, ik sta daar gewoon. Ik heb nog de auto gewassen. Ik heb nog geholpen met de bediening. En op een gegeven moment dacht ik, ga maar even naar de auto kijken of die er nog staat. En hij was er nog steeds niet. En daarna kwam hij pas aanrijden. Maar blijkbaar moest hij ook tanken. Ik denk dat hij 6 keer getankt heeft. Geef niet. Het komt er dus op neer, ik was 5 minuutjes te laat. Ja, dat valt mee. Hoi. Ik vond het niet zo leuk volgens mij. Ja, soms sta je bij een stoplicht en dan sta je stil en dan staat er een auto naast je. En dan heb je gewoon zoiets van, ik moet even hoi zeggen, want anders is het awkward. Iemand die blijft je aankijken en dan denk je, oké, er moet nu actie komen. Maar die komt er dan niet. Dat gaat een beetje tegen alle... Het voelt een beetje ongemakkelijk. We rijden nu uiteraard in Nederland. Ja. Jij bent een DJ wereldwijd van de top 100, want jij hebt toch een top 100 lijst in Nederland van DJ's. Heb jij enig idee op welk nummer jij nu staat? Ja, ik moet heel erg bekennen dat ik in de afgelopen paar jaar niet heel goed gepresteerd heb in die lijst. Maar waar ik nu sta is denk ik in de 40. Ja. En nou, het hoogste wat ik heb gestaan is nummer 7. Nummer 7 van de wereld? Ja. Maar ik moet ook zeggen dat ik heb ook een tijdje gehad dat het wat minder met mij ging. Dat ik gewoon psychologisch... mentaal niet helemaal lekker in mijn vel zat door zoveel reizen. Daar heb ik niet zoveel gemaakt. Dus toen heb ik ook een tijdje gestopt met toeren en zo. Dus dat heeft ook gelijk invloed op die lijst, weet je wel. Maar nu ben je wel weer aan het toeren. Ja. Hou je veel bezig met die lijst? Wil je bijvoorbeeld in de top 3 van de wereld komen? Nou, is dat jouw doel? Nou, weet je wat het is? Het is een beetje dubbel. Want die lijst, natuurlijk is het super vet als mensen je waarderen voor wat je doet. Dus ja, ik vind het wel leuk als je dan die liefde krijgt in de vorm van die... goede spot in die lijst, maar het is niet het belangrijkste. Het is hetzelfde als als je bands met elkaar gaat vergelijken. Het is zo anders. Je kan U2 niet vergelijken met de Red Hot Chili Peppers, niet vergelijken met Kensington. Die hebben allemaal hun eigen sound, weet je. En je kan wel zeggen wie is de meest populair op dit moment. Dat is natuurlijk wel waar je naar kunt kijken. Maar het is niet zo dat het me blijer maakt als ik echt nummer 1 zou zijn. Ik denk wel dat het leuk is om te zien als mensen je respecteren en waarderen. En dat is wel wat je terugziet in die lijst. En dat vind ik ook super tof om te zien. Maar waar ik persoonlijk wel het meest om geef, is als ik gewoon blije mensen, een volle zaal, een festival wat gewoon helemaal losgaat. Weet je wel, mensen die tatoeages van je hebben, spamborden als je op een... Hey, dat is sick, hè? Ja. Er hebben echt veel mensen tatoeages van jou. Ja, dat is heel sick. Of ze doen dezelfde tattoos, maar ze weten niet wat het betekent. Maar ze doen wel dezelfde. Dat is gewoon een zieke liefde. En ook mensen die dan met vlaggen op de airport staan te wachten. Ja, dat is wel wat mij het meeste liefde geeft eigenlijk. En waar ik wel de meeste voldoening uit haal. Dat is wel echt lijp. En word je nou meer herkend in Nederland of in het buitenland? Nee, in Nederland eigenlijk af en toe, vooral bij een bepaalde doelgroep. En die is, zeg maar zoals bij jou, dat echt alle leeftijden naar je toe komen, dat heb ik wat minder. Het is wat meer tussen de 16 en de, 30 of zo wat naar mij toe komt. Bij mij is het ook heel vaak dat mensen wijzen of dat ze mijn gezicht zien. Dat ze denken, hé, ik ken hem ergens van, man. Maar van wat? Ja, dan kan ik gewoon de tuinman zijn. Of een voetballer. Of een muzikant. Heb je wel eens voorgedaan als iemand anders? Dat mensen zeggen, hey, ik ken jou ergens van. En dat je voor de grap zegt, ik ben een cabaretier of zo. Nee, ik zeg wel eens voor de lol, ik presenteer eigen huis en tuin. Maar dat duurt dan niet zo heel lang. Want dan kijken mensen omheen en die dan eigen huis en tuin kijken. En die zeggen, ik ken jou niet. Dat is het enige. Ja, ik heb wel eens gezegd dat ik voetballer was. Want dan was er iemand en die had zoiets van, wie is die jongen, ik ken hem niet. En dan zeg ik gewoon, ik voetbal. En waar dan? Dan zeg je FC Knudden. Er was één keertje iemand die het geloofde. Oh mijn god. Dat was echt heel komisch. Maar als ik naar het buitenland ga, daar is het wel wat heftiger, man. Als ik naar Colombia of naar Amerika of naar Japan. Of dat lijkt me echt sick. Dat lijkt me echt raar. Ik bedoel, kijk, ik ben het gewend om in Nederland en België herkend te worden. En als ik op vakantie ga, is een paar keer. Maar dat je gewoon, zeg maar, ziek veel herkend wordt in freaking Colombia. Of in Afrika of zo. Dan heb ik wel zoiets van, wow, dat is wel echt sick. Ja, daar denk je ook niet over na eigenlijk. Maar ook wel eens dat je in het buitenland bent, dat je jouw liedjes hoort op de radio daar. Dat is zo raar. Ja. Denk je, die heb ik gewoon in Veenendaal geproduceerd, man. Ik ben nog bij de Subway geweest, weet je wel. En dan, en dan hoor je dat nummer daarna en dan draait hij in een café in Tokio, weet je wel. Of dat in een restaurant in Los Angeles of whatever. Ja, dat is wel echt bizar.
Dat is heel sick. Dat is echt heel sick. Ja. Maar voor de mensen die zoiets hebben van, hey, Enzo, hartstikke leuk. Je bent aan het chillen met Nicky Romero. Hij is dus DJ. Maar ik heb nog nooit een nummer van hem geluisterd. Zou dat kunnen? Dat kan. Ja, heel goed zelfs. Dat zou heel goed kunnen. Dus dat is helemaal niet zo raar dat ik dat zeg. Maar laten we dan eens eventjes een nummer luisteren van jou. Vind je dat oké? Okay? Of vind je het heel vervelend om je eigen nummer? Nee, nee, nee. Ik ben heel benieuwd welke je dan gaat kiezen. Oké. Daar komt ie, mensen. Dit nummer vind ik echt het sickst voor jou. Dit is ook echt niet normaal. Bro, dat je zo'n hit hebt kunnen maken. Nou, dit kwam op in me en ik dacht, ik moet het nu produceren. Toen deze af was, hadden we allemaal zoiets van, dit is nummer 1. Dit kan niet anders, dit kan niet missen. Jullie hebben geen idee, maar dit nummer was dus serieus de inspiratie voor mij van Nicky Romero om te gaan vissen op haaien. Dit bracht mij op dat idee. Ik ga gewoon aan jou vragen, welke wil je dat ik ga draaien? Waarvan jij denkt van mensen hebben die wel eens gehoord, maar geen idee dat die van mij was, bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat de allerbekendste misschien wel is I Could Be The One. Heet die, met Avicii samen. Die heeft gewoon 221 miljoen plays. Ja. Dat is echt sick. Die heeft het wel goed gedaan. Zo, zeg dat wel. Maar ik moet ook zeggen, dat was ook dankzij de samenwerking met Avicii natuurlijk. Dat is ook een hele getalenteerde, was eigenlijk een hele getalenteerde guy natuurlijk. Het is wat nog steeds wel, ik probeer dat die camera niet zou eraf flikken. Ja, het is, mijn camera staat een beetje risky. De vlog was een succes, alleen er zit wel een barst in het raam van de oeres. Ik hou de camera vast. Oké, okay, I Could Be The One. Ja. Van dit liedje dachten ze altijd dat ik de zanger was. Wist je dat? Serieus? Ze dachten dat jij de zanger was? En Nicky Romero. En dan zeiden ze, oh ja, dat is toch die zanger van I Could Be The One. Echt? Ja. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die dat nummer kennen. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Anders ben ik echt een kansloze DJ-producer. Maar goed, dan kennen ze me altijd nog van de Dino Babies. Ja, precies. Inderdaad. 100%. Het is een liedje wat ik vroeger heb gemaakt. Het was een serie, vroeger een kinderserie op Kindernet. Ja, ik ben net 30 geworden, dus ik ben inmiddels opa. En dat liedje had ik toen gecoverd en daar heb ik toen een eigen versie van gemaakt. En die is toen mega populair geworden. Dat heette Dino Nick en Dino Babies. En dat achtervolgt me dus nog steeds. Nog steeds? En dat staat ook nog steeds op YouTube. En dat staat eronder Nicky Romero zijn eerste track. Echt? Inmiddels is die wel iets beter geworden. Welk nummer wil je nu draaien? Nou, welke je zou kunnen kennen is Toulouse, bijvoorbeeld. Dat is voor mij een hele belangrijke plaat geweest. Toulouse? Ja, dat is T-O-U-L-O-U-S-E, als in het Franse plaatje. Oh. Serieus? Ja. Ik wist niet dat jij deze had gemaakt. Ja, serieus? Maar ik ken hem wel. Ja? Ja, 100%. Serieus, ja, what the fuck? Hier is dan een videoclip van gekomen met mensen met dat masker op van Anonymous. Weet je wel? Oh, ja, en ja. Deze clip van deze track heeft 380 miljoen views. Holy shit. Ik dacht helemaal nergens over. Maar goed, ga maar luisteren. Ja, ik... Dit... What? Dit was dus die instrumentale versie. Maar ja. Sick. Echt sick, man. Wow, ik zit gewoon met de guy die dat heeft gemaakt in de auto. Hij rijdt in mijn auto op dit moment. Ik rijd in jouw auto. Oh, shit. En nog één track dan misschien waarvan je wel niet van verwacht, zou verwachten dat ik hem wel heb gemaakt. Althans, ik heb het wel samen gedaan met iemand die mij die kans gegeven heeft. Dat is David Guetta. Ja. Dankzij hem had ik die track nooit kunnen doen. Dat is Rihanna en dan Right Now. Maar eens checken. Nee, no misschien, way, no als je way. Je hoort en denk je, hè? Heb jij die geproduceerd? Ja, wel met hem samen. Serieus? Dankzij hem, ja. Ik kan het gewoon meezingen, hè? Doe eens even. Weet je wie origineel de zanger is van die plaat? Dat is Nio. Misschien ken je Nio nog wel. 100%. Die heeft hem als eerste ingezongen en toen heeft Rihanna hem daarna zelf gedaan. En echt? Toen werd het haar single, ja. Oh man. Way too far away. Ik weet niet, ik zie gewoon jou in de studio staan en dan wordt die plaat zo afgespeeld en dan kom jij zo bij dat deuntje zo. Ja,
Weet je, dat geluidje is eigenlijk een foutje, wist je dat? Ik wilde een geluidje inspelen daar, zo'n fucking cool dubstep geluidje. Ja. Dus als je muziek produceert, heb je zo'n programma en er zitten allemaal plugins in. En ik had die plugin open, die heette Massive. En ik had dus de verkeerde preset. En die was ik aan het tunen, dus denk ik, nu komt een vet cool geluid. Dus ik wilde die David dat geluid laten horen. Maar op de een of andere manier was er iets fout gegaan. Dus ik hoorde alleen nog maar die eeuw en dat vonden we zo grappig. We hebben het gewoon erin gelaten. En dat het is nu gewoon het geluid. Vet. Ja, dat is gewoon het geluid van de track geworden. Ja, laten we nog één keer naar dat geluidje gaan. Dat is gewoon... Ja, geniaal! Een soort uithaal van een kat ofzo. Ja, precies. Geniaal, man. Het leuke was van die plaat was... Ik was echt serieus starstruck toen ik dat zag. Want Rihanna is natuurlijk best wel een mega-artiest. Ja. We waren in Londen en ik was die heeft bijvoorbeeld een eigen beeld in Madame Tussauds. En dan weet je ook al dat je serieus wel iets goed gedaan hebt. Dankjewel. Maar dankjewel. Heb jij dat ook? Serieus? Ja. Wow. Okay, hey, thanks af. Man. Ik ga keihard af. Dat is echt een mooi compliment. Thanks bro, thanks. Oh mijn god. Is dat in Zeist? Nee, die staat in Amsterdam. Oh, wel bij de echte. Ja, ja. Die staat niet thuis. Oké. Okay. Oh, nee. Nee, maar... Geintje gaat okay, verder. Oké, nee, nice man. Nou, props. Dat moet ik wel zeggen. Dat vind ik wel een dingetje. Dat is wel cool. Maar in ieder geval... ik ging naar Londen dus. Want David Guetta is natuurlijk een mega DJ ook, producer. Ja. Daar ken je waarschijnlijk zoveel liedjes van, dat is niet normaal. Die had mij uitgenodigd om met de studio sessie mee te doen. Dat was voor het album van hemzelf. Dat heette Nothing But The Beat. En van... Rihanna, dat heette Unapologetic. En op een gegeven moment, maar ik wist dus niet dat zij er echt zou zijn. Dus wij zaten daar aan dat nummer te werken. En we hadden 3 opzetjes gemaakt. Nou, je maakt op zo'n dag maak je 3 tot 5 nummers, maar je maakt ze niet helemaal af. Dus je maakte gewoon alleen maar een demo. Oké. Okay. Dus op een gegeven moment zegt zo de security van de studio daar, Metropolis, die zegt... she's coming in, 5 minutes. Dus ik zit daar te werken. Ik had het in. Het zal wel. Komt in één keer een stylist binnen. Een beveiliging. Nog een beveiliging. Een vriend. Vriendin. Kennis. Oma. Opa. Vriend. Nog een vriend. Klasgenoot. Ik dacht op een gegeven moment, oké, wie komt er maar binnen, joh? En toen kwam zij binnen. Bombejas aan. Biertje in de hand. Beanie op. Stond nog net geen knolpower op. Maar gewoon biertje in de hand. En wat denk je dat ze doet? Ik dacht, nou, dat is een superstar. Maar ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen. En ze deed de jas uit. Dus ze gaf iedereen een knuffel. En zei gewoon, hey, nice to meet you. En ik had echt zoiets van, wauw, dat ik dit gewoon meemaak. Rihanna. Sick. Gewoon, ja. Nou, right now, zo is dat ontstaan. Wereldniveau. Ja. En die heb je ontmoet. Ja. En hoe lang is dat geleden? Nu 4 jaar. Ja. Bizar, man. Snel. Volgens mij heb je echt veel mensen ontmoet. Dat je gewoon denkt van, wow. Sick. Maar de meeste mensen die vet bekend zijn, zijn eigenlijk gewoon best wel onzekere, lieve, als je ze gewoon 1-op-1 hebt, best wel hele gewone mensen. Ja, net zoals dat je dus had bij Rihanna van, oh mijn god, wat is eigenlijk normaal? Ja, gewoon heel normaal. Heel lief, want je hebt een soort van beeld van mensen dat je denkt, wow, als ik die ontmoet, hè, dan die is vast zo en zo. Maar heel veel mensen zijn gewoon echt zichzelf en die worden ook geleefd door de omgeving waar ze in zitten. Ja, precies. Als jij gewoon, stel je voor, hè, jij komt morgen... Je bent mega fan van Justin Bieber. En je gaat reageren als van, wow, Justin Bieber, je ziet hem. Dan is het voor hem ook heel lastig om gewoon zichzelf te zijn. Nee. Maar als je gewoon normaal naar hem toe loopt en je zegt, yo man, I really like your music. Het enige wat hij dan doet waarschijnlijk is gewoon, oh, thanks man, nice to meet you, what's your name. Ja, dan is het precies. Anders. Maar het is heel lastig, want als je iemand herkent en je denkt, wow, daar ben ik mega fan van. Ja, dan reageer je soms anders. Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Dat is wel een verschil in inderdaad. Maar goed, ik heb het net kunnen inhouden toen ik jou zag. Wij moeten even naar Lamborghini volgens mij. Ja man, wij gaan naar de garage daar. Ga jij dan achter mij aan? Of, Ja, ik weet niet of je kan bijhouden, maar ik ga mijn best doen. Nou, ik heb een snelle auto bij me. Jij? Oké, ja, ik ook wel. Ja. Dus we gaan het zien. Ja, precies. Oké, ik vind dat Nicky serieus ontzettend goed heeft gereden. Hij heeft zich heel erg netjes gedragen, heel rustig. Dus dat is echt nice. Nu is de auto goed opgewarmd en kan ik zelf achter hem aan racen. Dit zie je niet vaak, mensen. 2 Lamborghini Urus bij elkaar. Zo, dan wordt het helemaal moeilijk woord hoor. 2 Lamborghini Urus. Lamborghini Urus. Ik kom er niet uit. Jullie snappen wat ik bedoel. Als ik dan zo de hele tijd deze auto zie rijden, dan kan ik nog steeds
zo moeilijk beseffen dat ik gewoon die auto heb. Zo, dat is dit. Het is echt serieus onwerkelijk, mensen. Deze auto is gewoon van mij. Wat? Het is echt serieus bizar. Het is echt bizar. En de auto's die we straks gaan zien, die zijn ook allemaal weer veel te bizar. Zo, kijk die Lamborghini daar staan dan. Oh my god. Lijp, echt te lijp. Ja, hier ga ik hem gewoon mooi achteruit naast zetten. En sorry trouwens voor iedereen die nu in zijn hoofd heeft. Baby shark, tum tum tum, baby shark. Echt, oh my god. Dat nummer, hè. Hoppakee. We zijn er. Laten we meteen even naar deze Lamborghini kijken. Oh my god. Wat een lijp ding, hè. Wow. Dit is gewoon mat grijs of zo. Te ziek. Te ziek. Even een dagje shoppen met Nicky. Ik moest nog melk hebben. En ja, een Lambo is ook wel lekker. Hé, hey, maar bro, we kunnen ook 50-50 doen, hè? Oh, gewoon share. Ja, en dan sharing is caring. Hallo. En dan gaan we hiermee een ijsje halen. Ja, dat is wel heel erg leuk. Maar dan ook het ijsje delen, vind je niet? Ja, ook. Kijk, deze EV. Ongelooflijk. Wat een kleur ook. Jongen, jongen, jongen. Wauw. Dit is gewoon niet normaal, dit. Dit is echt niet normaal. Het is niet heel praktisch. Het is wel heel sick met deze, hoe die, zeg maar, die helemaal uitkomt. Vind je dat je zo hier in de drukken zat? Ja, klopt, ja. Nou, toen ik deze meekreeg, maar dan zonder cabrio, ja. Toen ging ik vrienden van mij ophalen. Die vroegen bijna allemaal, hoe gaat die deur open? Ja, want dat... ja, dat is hun. Maar ja, weet je, als we deze 50-50 doen, ja. dan kunnen we niet onze, al onze chicks die we hebben meenemen. Ja, die moeten dan dat allemaal op de motor. Of ja, hoe noem je dat? Zo, gewoon, weet je wat ik zie hier, net als bij zo'n boot? Dat je gewoon zo'n kussen neerlegt. Zo'n lichtgedeelte. Ja, dat je gewoon hier kan liggen. Dat ze gewoon zo... We zitten wel een beetje te dolle, mensen. Oh, oh, oh. Ja. Dus schiet me opeens wat te binnen, mensen. Als je namelijk een Lamborghini Urus koopt... Dan krijg je een schaalmodel bij. En waar staat hij? Hier. Ja. Ja, mijn schaalmodel. Hij staat, volgens mij staat hij daar. Ja? Ja, dit is niet die van mij volgens mij. Nee, jij hebt andere remklauwen. Ja, deze zijn oranje. Die van maar mij deze zijn geel. Krijg jij er ook bij, wist je dat? Ja. En hier heb ik het allemaal voor gedaan. Uiteindelijk, ja. Dit doet het hem ook, hè? Ja. Deze heb ik wel gekregen, hè, toen ik mijn auto kocht. Ja, maar hoe gruwelijk is het nou als je hier binnenstapt en je en zo met al je maten en je zegt, ja, ik kom deze halen, man. Ja. Dat zou ik wel echt heel stoer vinden, ja. Kijk eens aan, dames en heren. Daar is hij dan. Daar is hij dan. Oh mijn god, dit is gewoon precies mijn auto. Komt wel bekend voor, hoor, niet? Qua kleur. Ja, dit komt me heel bekend voor. Jeetje. De remklauwen zijn dezelfde kleur. Dit is vet, hè. Dit is echt heel erg nice. Hoppakee, ik ga hem even neerzetten. Als het goed is, kan ik dan het glas wat er omheen zit, kan ik eraf halen. Check dit. Dit is echt cool om te hebben, mensen. Kijk. Oei, oh, yo. Het is echt ziek hoe goed ze dit hebben nagemaakt, hè? Dit is toch bijzonder. Ik denk dat als je deze op de juiste manier gaat filmen met je telefoon, dat het dan net lijkt alsof het zo'n grote auto is, weet je wel. Soms heb je wel eens van die filmpjes, dan is het echt schijnbedriegt, weet je wel. Dan denk je het is een grote auto, maar het is gewoon een klein schaalmodel zoals dit. Maar deze is wel echt heel erg cool. Jeetje mina, zoals ik al zei, ik kan gewoon niet beseffen dat ik zo'n auto heb. Deze, maar dan in het groot, het is bizar. Kan de deur ook open? Nee. Nou, ik zet de beschermhoes er weer omheen. Hoppakee. Oké, dames en heren. Nicky Romero gaat even deze dikke, vette Lamborghini starten. De Aventador. Zo! Holy shit, hè? Dit is echt niet normaal. Het is echt absurd.
Het is echt absurd dit! Oh mijn god! We gaan alles trillen. Wat zeg je? Hoi! Ah, wat zeg je? Oh mijn god. Oh mijn god. Wauw. Ik heb dus ook begrepen dat als je deze auto koopt, krijg je ook oorsetjes erbij. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Volgens mij ook een levenslange gratis hoortest bij Hans Anders. Ja. Vandaar dat het ook een beetje groen is, denk ik. Zo'n abonnement krijg je. Maar dit is toch niet normaal. Hoe gaat zo'n deur open? Gewoon hier zo? Jeetje mina. Wat bizar, hé. Zal ik het even overnemen van je? Dat ik gewoon jou even gewoon filmen zo. De vlog overnemen. Ja, even, jongens, zo'n vlog takeover. Sorry als het niet zo scherp is als bij Enzo, maar ik ga hem even erbij pakken hier. Zit hij dan? Dit is niet normaal. Wordt het hem of niet? Dit wordt de volgende. Wat is nou hetgene wat je het meest opvalt in deze cockpit, vergeleken met je Urus bijvoorbeeld? Dat het stuur echt heel anders is. Het stuur is wat lomper of zo, hè, dan in de Urus, vind je niet? Ja, ik weet niet, hij is gewoon heel anders gevormd. Misschien ben ik al gewoon te gehecht aan mijn stuur, want het stuur... Jij mist sowieso hier, mis jij het schapenvachtje. Ja, het fluide, dat zachte. Ja, dat Alcantara. Dit is geen zachte auto, dit is gewoon een hardcore ruw model, jongen. Dit is bizar. Kijk ook wat voor middenconsole daarin zit, hè? Ja, dit helemaal. Maar check hoe... Jongen, ik zit gangster, hè? Ja, ik denk dat dit, zeg maar, als je even zo je hand weg doet, zo, kijk. Yo, what's up? Onderweg naar de Albert Heijn. Oh, wil je trouwens even Jumbo zeggen, want ik krijg heel veel, ja. Onderweg naar de Jumbo. Nou ja, maar kun je ook even de voorkant ook? Ik ben wel benieuwd, hoeveel pakken melk dan precies in deze auto pakken? Ja, zal ik het laten zien eigenlijk? Ja, ik ben wel benieuwd. Stel je voor, hè? Je hebt nou gewoon, je wilt ontbijt halen voor 2 personen. Past dat dan in een lamp? Zal ik de deur even openen voor je? Ja, ik moet ook serieus gewoon kijken waar ik die... Kijk. Oké, jongens, hoeveel pakken melk denken jullie dat er in een Lamborghini Aventador past? Wat schat jij? We gaan nog niet laten zien. Wat nou, schat jij? Ik denk dat er wel een stuk of 20 pakken in past, hoor. 20 pakken, maar dan een 2 liter of een 1 liter pak? Ja, een 1 liter pak. 1 liter pak? Ja. 20, ja, dat moet wel lukken. Weet je wat echt fout zou zijn? Dan gaat als jij dan nog een keertje voor mij voor de film zou willen filmen en dan wil zeggen van nou laten we eens even kijken aan de voorkant. En dan ga ik hierin zitten en dan doe jij hem hoog. Ja, want hier kan ik gewoon in. Nee joh, kan je daar helemaal in? Hoeveel pakken Enzo? Nee, je rug past er niet in, man. Ben ik te breed? Ja. Echt? Ja, dat gaat echt niet hoor. Ik ga je echt niet opsluiten, want anders heb ik een ander probleem. Wat gebeurt hier precies? Ik weet het niet hoor. Maar dit is het? Nee, dat past echt niet. Echt niet? Ja, heel graag. Krijg je hem niet dicht zo? Nee. Je gaat hem niet proberen. Ik wil het wel proberen, dan moet je even blijven zitten. Oké, even kijken of dit werkt, jongens. Nee, dat gaat echt niet. Hij gaat een beetje wind pakken zo, man. Ja, mijn rug, hè? Ja, nee, dat wordt hem niet. Ah, jammer. Nou, ik denk als je erin zit dat je er ook nooit meer uitkomt. Dus ik zou als ik jou eens even de presentatie van je nieuwe vlog doen op deze locatie. Zo, dit is wel één. Maar dit is wel chilling, hoor. Jouw date past er gewoon nog bij. Die kan gewoon tegenover je. Het is gewoon romantisch. Het is gewoon een romantische date. Goeie setting. Ja. Dames en heren, deze auto, te bizar. Echt te bizar. Serieus. Wij schatten in ieder geval tussen de 20 en de 25 melkpakken. Zoiets. Toch? Ja. Ja. Maar dan moet je niet je reservekit bij hebben. Want... Ja, maar dit is wel werelds. De eerste 3-zitter van Lamborghini. Ja, inderdaad. Hey Nicky, ik wil je bedanken voor vandaag, man. Ik heb een cadeautje voor je gefixt. Oh, echt? Maar we moeten wel snel verstoppen. Alsjeblieft, man. Even kijken wat mijn cadeautjes zijn. Goeiedag vandaag. Thanks voor alles. Het was leuk. Het was leuk om te chillen. Het was leuk om je te ontmoeten, man. Ja, ik vond het ook super gezellig. Ik kan mijn cadeautje nog niet laten zien. Maar... ik vond het ook heel leuk, ook leuk om wat van de wereld van Knolpower en van Enzo te zien. Het is leuk om mee te maken. Ik kan jullie allemaal aanraden, je moet gewoon even een dagje met Enzo gaan rijden. het is echt geestverruimend. En ik heb ook vooral heel veel lol gehad, het is echt super gezellig. Top, maar het potje FIFA kom je niet onderuit. Nee, dat gaan we zeker weten te doen. Hey, lijkt me wel Irma. Oh, staat, hè? Oh. Hey. En
Mocht je ooit een keer zoiets hebben van, hey, ik kan wel gezelschap gebruiken voor een keer een toertje ergens heen, je hebt mijn nummer. Ik hou hem erin. Yes? Top. Cool, man. Gezellig, jongens. Super sick, mensen. Ik kan nog steeds niet geloven. Ik heb hem gewoon in schaalmodel. Echt super nice. Ik ben bij mijn broer. Ik heb namelijk begrepen dat Milan nog taart over heeft van zijn verjaardag. En hij zoekt mensen om dat op te eten. Ik meld me aan. Laten we even kijken of het ook klopt. Moment van de waarheid. Kaboom! Oh yeah! Oh, hij zit nog helemaal dicht gewoon. Hij heeft gewoon een halve... Ik wou zeggen een hele taart over, maar een halve. Oh, lekkere fly. Oh, dit is genieten, mensen. Mmm, lekker. Zo, dit is ook echt een mooi hapje. Mmm. Ik ben weer thuisgekomen en ik ga lekker mijn bedje induiken. Maar voordat ik dat ga doen, natuurlijk eventjes de vlog afsluiten. En ik wil eventjes het volgende gezegd hebben. Dat het super chill is. Dat ondanks alle drukte, chaos en hoe groot je naam dan ook is, blijf gewoon lekker jezelf. Doe gewoon normaal. Dan doe je al gek genoeg. Dat is altijd een beetje dat standaard zinnetje. Maar wees gewoon lekker jezelf. Wees gewoon lekker chill. En gewoon vriendelijk en positief. Goeie vibes. En dat merkte ik heel erg bij Nicky Romero vandaag. Dus ik heb echt genoten. Shoutout naar jou. En natuurlijk shoutout naar jullie allemaal. Tof dat jullie tot zover de video hebben gekeken. Dus dikke blauwe duim omhoog voor jullie. Ik zie jullie uiteraard heel graag morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!